Welkom bij deze nieuwe video. Nou, jullie zullen het niet geloven wat ik jullie nu ga vertellen, maar het is toch wel echt waar. Mijn zus die is weggelopen, had wel een ruzie en toen is mijn zus weggelopen. Wat moet ik nu doen? Nee hoor, ik ben er nog. Maar als jullie willen weten wat jullie moeten doen, dan laten we dat nu zien. Eerst ga je naar Facebook en dan stuur je een bericht naar vermiste kinderen. Oh, daar staat hij al. Vermiste kinderen alert. Oh, daar ga je heen en je hebt ook voor landelijke, maar je hebt ook voor Zoetermeer. Wij gaan naar Zoetermeer omdat wij daar wonen. Nou, nu ga je dus drukken op bericht versturen. Je hebt een paar gegevens wat je moet invullen daar sowieso. Stuur een recent foto, dus een foto die bijvoorbeeld een paar dagen geleden is gemaakt. En niet een foto die bijvoorbeeld een jaar geleden of zo is gemaakt. En je hebt een paar dingetjes waar je op moet letten. De naam moet je doen, de woonplaats, geboortedatum, lengte, vermist sinds hoe laat of wanneer. En kleding wat ze aan had. Laatst gezien op school heb ik haar bijvoorbeeld. En bijzondere bijzonderheden. Ja. Zoals ik heb een bril. Het gaat nu even over mij. Ze is weggelopen. Ja, dus we gaan even typen. We beginnen met het verhaal uitleggen wat er is gebeurd. Nou, ik ga beginnen met: hoi, ik ben Cheda en ik ben 11 jaar. Oké, en dan gaan we sturen wat er is gebeurd. Ja, nou, eerst nog. Dan zal ik nu even uitleggen aan hun wat er dan is gebeurd. Nou ja, wat er is gebeurd is, wat was het? Oh ja, we waren op school en Chayoni en ik hadden ruzie en toen liep ze weg. En nu zijn we haar kwijt. Oké, en dan gaan we nu een regeltje naar beneden. Niet verzenden. En dan gaan we nu opschrijven mijn naam. De naam is Violet. Ze woont in Zoetermeer en haar geboortedatum is 4/10/2006, dus eigenlijk 4 oktober 2006. Haar lengte is 1,47,5, okay. Maar we schrijven 1,47. Okay. Ze is vermist sinds 12 uur. Haar kleding. Nou, ik heb een witte jurkje met een aapje erop en een flamingo. Niet te vergeten. En even kijken. Flamingo's. En vlinder. En nou, het volgende. Haar schoenen. Nou, er staan allemaal dingetjes op een palmboom. Even kijken. Nou, het zijn witte schoenen met een palmboom erop. Nou. En cool staat erop. En, want ik ben super cool. En het volgende is haar bijzonderheden. Nou, ik heb een bril. Wacht. En oorbellen. En haar bril is zwart-wit. Heel handig om te weten. Die zijn een beetje zilver. Je ziet het een beetje glimmen. Zilver. En het is een L. En ik heb natuurlijk een clipje in mijn haar. En de kleur is blauw met zwart. En het belangrijkste is, heb je medicijnen? Heb ik medicijnen? Nee. Ze heeft geen medicijnen. Alleen als ik niet zo lekker ben, maar niet. Ik schrijf erbij, ze heeft geen medicijnen. Voor de zekerheid. Oké. Of medicatie, hoe je het wilt schrijven. En hebben we dan nog iets belangrijks te vertellen? Ik denk dat we alles hebben. En waar zijn we ook? Oh ja, de foto! Ja, de foto. Heel belangrijk. Ik zal even zeggen, nu komt de foto. Oké. Dan druk je eerst op, ja, een soort van paperclipje lijkt het op. Daar druk je dan op. Dan kom je een bureaublad te zien en daar klik je dan op diegene die je wilt. En dan openen
En dan staat hier als het goed is bij. Ja, ja, helemaal in het begin. En dan gaan we het verzenden. Nou, we hebben het nu dus verzonden. En we krijgen, volgens mij krijgen we, oh ja, dat is de foto die erbij staat eronder. Ja. Nou, we hebben dus een heel verhaaltje. Eerst zat er hoi, ik ben 11 jaar. En toen had ik per ongeluk al op zenden gedrukt, maar dat maakt helemaal niks uit. En daarna hebben we gezegd van wat we hebben gedaan. En oh ja, ik heb nog een belangrijke tip. Dat hebben we er niet bij verteld, maar dat ga ik nu wel doen. Dat is, bel altijd even de politie over wat er aan de hand is. En blijf rustig. Ik weet, uw kind is misschien vermist. Maar als je druk wordt, is het ook niet altijd best. Dus blijf een beetje rustig. Ja, ja, dit was dus onze video. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Vast wel. En dan is het tijd om de vlog af te sluiten. Vonden jullie dit een leuke video? Geef even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En doei!